Het Nationaal Informatie Instituut bevindt zich in het district Brokopondo om u te laten zien wat er gedaan wordt in dit district. Op weg naar Atjoni worden herstelwerkzaamheden gedaan op de weg. We praten met meneer Tjona Heung die ons alles hierover gaat vertellen. Naar Atjoni, nabij kilometer 46, iets voorbij Bronsweg, had een paar schares opgetreden die hersteld moesten worden. Deze schares, die waren toch wel ernstig voor het verkeer, die zijn door Dalian hersteld. Het ging over een lengte van ongeveer 50 meter en hier en daar een paar potholes die hersteld zijn. Zijn er meerdere wegen in het binnenland waaraan gewerkt zal worden? Op dit moment zijn er wel wegen in het binnenland. Een paar zijn al afgerond, bijvoorbeeld de weg naar Marshallkreek is al afgerond. Tot zover zijn er nog geen nieuwe wegen in dit gebied. Maar mochten er kleine schades optreden door het gebruik, dan worden die wel hersteld door België. Binnen hoeveel tijd wordt de weg naar Atjoni hersteld? De weg naar Atjoni is afgelopen week hersteld, dus het werk is daar voorlopig afgerond. Hoe lang heeft het project geduurd? Het project heeft ongeveer 3 dagen geduurd, 2 dagen voor de uitvoering en 1 dag voor de opnames en het ontwerp.